De twee nieuwe tractoren die het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer OGA heeft ontvangen, passen binnen de innovatieve beleidskeuze die gemaakt dienen te worden. OGA-directeur Indersing Gangabisunsing kreeg vanmorgen de nieuwe machines van Suriname, Earth Moving Contractors, EMC. De economische crisis waarin Suriname zit, eist dat er financieel slimmere keuzes worden gemaakt, stelt Gangabisunsing. Openbaar Groen en Afvalbeheer is het directoraat dat voornamelijk belast is met het onderhouden van de bermen in verschillende districten in Suriname. Daarom is het opzetten en onderhouden van het wagenpark van het OGA belangrijk. Door middel van samenwerken met verschillende bedrijven en de verschuivingen op dienstbegrotingen is het uiteindelijk gelukt dit project voor elkaar te krijgen. En zoals de minister dat heeft aangekondigd, dat wij heel veel zelf in eigen beheer zullen gaan uitvoeren de diverse projecten, aangezien onze budgetbegroting niet toereikend is, gaan wij veel meer met eigen machines in eigen beheer projecten moeten uitvoeren. Was het zo dat wij in combinatie met aannemers en in eigen beheer heel wat projecten gingen uitvoeren, zijn wij nu meer aangewezen om veelal in eigen beheer te doen. Riyad Noor Mohammed, minister Openbare Werken, zegt dat de overheid in dit geheel de particuliere instellingen ook de kans geeft bij te dragen aan het geheel. Ondanks de regering bij het overnemen van het ministerie geen middelen ter beschikking had, is het nu prioriteit van het ministerie een verandering hierin te brengen. Daarom beoogt zij dit samen met de particuliere sector te doen, meent Noor Mohammed. De overheid niet alles doet. En daarom is het belangrijk dat we een goed overleg kunnen maken wat doen we wel en wat doen we niet. En vorig jaar hebben we ook een besluit genomen, want de druk is enorm hoog. Je weet dat alle deze is klaar over alle weken in Suriname. Voor dit jaar weer een besluit genomen dat we weer zwaar gaan investeren in materieel. Dus er komt nog meer zwaar materieel, niet 100, maar 1, 2, 3, zodat we dat kunnen onderhouden en efficiënt kunnen inzetten. Dat zijn graders, trucks. Baaimachines, er zullen nog meer baaimachines aangesteld worden. En dan hoop ik, en dan gaan we zien, dat wij bijvoorbeeld de buurten ook kansen kunnen geven.